Ik ben Stijn Mouton, ik ben Research Associate in Ariba. We focussen echt op het fundamenteel onderzoek van veroudering. En hiervoor gebruiken we meerdere modellen, zoals celculturen, of gist, of wormen, of muizen. En die modellen, dat geeft ons dan echt inzicht in veroudering, want het uiteindelijke doel is natuurlijk om de mens gezonder oud te kunnen laten worden. Binnen Ariba hebben we een outreach committee. En dat is eigenlijk gewoon een groep van onderzoekers die dan vrijwillig wetenschapscommunicatie doen, vooral omdat ze het zelf heel leuk vinden. En het project waar ik zelf veel mee bezig ben, is dan Science in a Box. Science in a Box is echt een fysieke box en die bevat platwormen. Dus een worm genaamd Schmidtia mediterranea. En die platworm die kan heel goed regenereren. Dus die kan heel goed delen van het lichaam teruggroeien die je mist. En dus de kit heeft die worm, maar ook alle materialen die nodig zijn om een eenvoudig regeneratie-experiment te doen. En dat kan dan bijvoorbeeld in de klas. Maar je kan ook de box gebruiken om zelf een project te ontwikkelen, bijvoorbeeld bij een profielwerkstuk. Het idee ervan is eigenlijk gewoon heel gradueel gegroeid. Ik was een aantal jaar terug op zoek naar een cadeautje in de speelgoedwinkel. En toen zag ik allemaal science kits staan. Dat was altijd heel chemisch of fysica gebaseerd. En als bioloog miste ik dan ook echt de biologiebox. En toen heb ik gewoon een soort van mini-regeneratie-experiment ontwikkeld, dat heel makkelijk kan gevolgd worden. En dat getoond aan de outreach committee en het management. En iedereen was zodanig enthousiast dat we ook effectief een klein budget gekregen hebben om die box te gaan ontwikkelen. Het gewaardeerd fonds was voor de outreach committee in het algemeen in Ariba. Ze hebben eigenlijk het fonds gebruikt voor meerdere zaken. Het heeft een heel belangrijke rol gespeeld bij het kopen van materiaal voor een fysiek event. Het is ook gebruikt geweest voor het ontwikkelen van een escape room van verhoudingsbiologie. Dus dan vooral Anton Steen die daar heel hard mee bezig is geweest. En dan voor Science in a Box gaan we eigenlijk een soort van social media lespakket maken. Ik denk dat wetenschapscommunicatie belangrijk is voor meerdere redenen. Om de maatschappij een realistisch beeld te geven van onderzoek. Hoe werkt onderzoek, hoe gaat onderzoek. En heel belangrijk voor mij is dat het niet gewoon een monoloog wordt. Ik wil zelf echt een actieve dialoog. En dus vragen en antwoorden moeten van beide kanten komen. En als je zo'n dialoog kan bekomen, dan kan dat echt motivatie geven om ook terug in het lab te gaan en experimenten te gaan doen. Maar het kan ook zelfs inspiratie geven om nieuwe experimenten te doen of nieuwe beurzen te gaan aanvragen. En dus het is gewoon heel leuk en heel dynamisch en heel inspirerend op die manier.